Welkom bij de laatste aflevering van de populaire serie Heks of Geen Heks. In Heks of Geen Heks weer drie kandidaten. Hallo, dit is Kaat. Hallo. Nou, je lijkt wel heel erg op een heks, hè? Maar ben je een heks of niet? Nee, natuurlijk niet. Ik ben absoluut geen heks. Nou, je ziet er wel heel heksie uit, vind ik. Met die bult en die zwarte kleding. Ja, mag ik? Ik kies er gewoon voor mijn zoete kleden bij Gothic, mag ik? Tuurlijk. Zo, en Greet? Heksen kunnen vliegen, hè? Ja, maar ik niet, want ik ben geen heks. Ze vliegen op een bezemsteel en ze kunnen heel goed gif mengen. Toch, Jannetje? Hè? Ben jij goed in kruiden? Nou, ik eet biologisch en ik heb een kruidentuin. Maar dat maakt mij toch nog geen heks? Dat gaan we zien! Heks of geen heks! We doen de drie heksenproeven. Ben je geen heks, dan ben je vrij. En dan win je een lekkere geitenkop naar keuze. Yes! Maar, dames, ben je wel een heks, dan ga je naar de brandstafel! Kikken toch? We beginnen met proef 1. We gaan de heksen prikken. Heks of geen heks! Elke heks heeft een merkteken van de duivel. Een vrat, een litteken of een bult. Als je daarin prikt met een naald, voelt de echte heks helemaal niks. Laten we hem erbij halen. Hier is die bult Peter. Oeh. En hij gaat eerst met de naald in de bult van heks Kaat prikken. Oh, zomaar. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Nou, die voelt wel wat, hè, Peter? Hartstikke goed, dames. Jullie hebben proef 1 heel goed doorstaan. Heks of geen heks! We gaan naar proef 2, de weegproef. Heksen wegen helemaal niks. Ze bestaan uit lucht. Daarom gaan we ze nu wegen op de heksenwaag. Kaat, 59 kilo. Greetje, 61 kilo. Jannetje, 63 kilo. Ze doorstaan de proef prima. Of is het heksenspel? Heks of geen heks! Proef 3. Gooi de heks in het water. Omdat de heks niets weegt, zal de heks blijven drijven. Dus het wordt zinken of op de brandstapel. Oké, Peter. Gooi ze alle drie maar in het water. Dus er gaat niemand op de brandstapel. Jammer. Nee, ik kom je niet redden. Nee, maar we weten nu wel zeker dat je geen heks bent. Dat is ook leuk om te weten, toch? Succes, meiden! Volgende week beginnen wij met een nieuw programma. Wie is de beul? En 12 jongeren die willen allemaal beul worden, hè Peter? Maar er kan er maar eentje winnen. Bij Wie is de beul? Tot volgende week dan. Oké, bye bye. Heks of geen heks? Heks of geen heks? Ben jij eigenlijk een heks? Nee, hoezo? Ik vraag het gewoon. Zie ik er zo uit dan? Nee hoor. Nou, 's ochtends wel.